Soms is er afwijkend weefsel in een nier gevonden. Dit kan voorkomen bij een onderzoek wat om een andere reden is gedaan. Als de doorsnede van de afwijking kleiner is dan 4 centimeter, noemen we het klein. Meestal geeft deze afwijking geen klachten. Een behandeling is niet altijd nodig. De afwijking in de nier kan onschuldig zijn, maar het zou ook een kwaadaardige tumor kunnen zijn. Weefselonderzoek, ook wel biopsie genoemd, kan soms duidelijkheid geven, maar vaak is dit weefselonderzoek niet nodig. Als het afwijkende weefsel kwaadaardig is, dan is het heel vroegtijdig ontdekt. Daarbij groeien kleine niertumoren vaak langzaam. Gemiddeld is de groei 3 mm per jaar. U kunt dus rustig de tijd nemen om voor de juiste behandeling te kiezen. Er zijn verschillende manieren om een kleine afwijking te behandelen. De behandelresultaten hiervan zijn uitstekend. Het kan door verhitting of door bevriezing met behulp van een naald. Een tweede manier van behandeling is om operatief de tumor te verwijderen. Al deze behandelingen zijn veilig voor de nierfunctie. Ten slotte zou u er ook samen met uw arts voor kunnen kiezen om de nierafwijking te controleren met beeldvorming en pas tot behandeling over te gaan wanneer er snelle groei wordt vastgesteld. De kans op het ontstaan van uitzaaiingen is daarbij heel klein.